Je luistert naar De Mens Achter de Lach, een openhartig gesprek met Brigitte Kaandorp. Brigitte, mag ik Brigitte zeggen? Ja, graag. Ja, oké, dan. Eigenlijk is mijn eerste vraag altijd heel simpel, heel eenvoudig, want het gaat over vrouwen en mannen van het theater, van de comedy, met een hele lange staat van dienst. Aha. En dan is de eerste vraag eigenlijk altijd, hoe is alles begonnen? Ja. Het is een clichévraag, hè, ja, maar ergens moet wel beginnen. Belangrijke. Nou, waar is het begonnen, joh? Ik ben natuurlijk, zoals elke komiek, was ik klein, verlegen en onzeker. Is elke komiek zo? Ja. Ja? Iedereen die ik ken was dat. Waarom zou je je druk gaan maken als je groot, zelfverzekerd en mooi en knap bent? Ik weet niet, dan hoef je niet zoveel volgens mij. Dus we hebben een reden om ermee te beginnen. En dat is natuurlijk, humor is een wapen natuurlijk. Humor, daar kan je jezelf mee verdedigen, zoiets. Of. Was je voorbestemd? Had je het gevoel, dit moet ik doen? Dit is een roeping of een missie? Of? Nee joh, niet toen ik klein was. Ik dacht dat is voor andere mensen. Ik bedoel, je bent niet voor niks klein, onzeker en wat zei ik nog meer? Verlegen. Verlegen, ja. Dus je denkt niet van jezelf, ik ga op een toneel staan en de mensen aan het lachen maken en honderdduizenden mensen aan me binden, zou ik maar zeggen. Maar je ontdekt dat je humor hebt, dat ontdek je al op de lagere school. Als, weet je wel, dat je maakt een grapje tegen de hoofdmeester en die moet lachen. Nou, dat is wel een overwinning, snap je? En dan ga je naar de middelbare school. Dan doe je natuurlijk altijd mee aan de talentenjachten of aan het jaarlijkse toneelstuk. Dat soort dingen. Ik stond altijd op dat podium als dat kon. En dat was in Haarlem zeker? In Haarlem, op de middelbare school. En dan op een gegeven moment deed ook niemand meer mee aan de talentenjacht, de jaarlijkse talentenjacht. Want Kaandorp won toch altijd, weet je zo. Oké. Dus dat is al iets. En toen moest ik natuurlijk studeren van thuis, want dat hoorde. Want mijn ouders hebben zelf niet kunnen studeren vanwege de oorlog, armoede, weet ik veel. Gewoon niet de gelegenheid gekregen. Dus wij moesten het wel allemaal. En dus toen dacht ik, weet je wat, dan ga ik Nederlands studeren. Want dat spreek ik al. Dat kan niet moeilijk zijn. Dat dacht ik echt letterlijk. Ik dacht, ga het niet al te moeilijk doen. Was natuurlijk wel moeilijk. En dat heb ik 2,5 jaar volgehouden. Maar ik stond tussendoor natuurlijk altijd op het podium. Of natuurlijk, ik had een ukulele gevonden op zolder. En daar had ik liedjes mee gemaakt. En dan moest mijn zus om lachen. Dus dat was kennelijk grappig. En toen, dan zing je het een keer op een verjaardagsfeestje. En dan zegt iemand, leuk, kom je ook op mijn verjaardagsfeestje? En dan zegt iemand daar, ik heb binnenkort een bibliotheekmiddag. Weet je, kan je daar niet een paar liedjes komen? Nou, dus, weet je, zo heel langzaam gaat dat lopen. En dat gaat van vrouwenmiddagen tot zwart geschilderde jongerenboerderijen. Weet je wel, hoe noem je dat? Van die jongerencentra had je vroeger nog. Met hanenkammen toen nog, weet je, met de punk en weet ik veel. En, en toen won ik op een gegeven moment zo'n festivalletje. En dan sta je opeens in de kleine zalen van de grote theaters. En dan is dat ook wel weer heel snel. Festivalletje, uitgekocht. Is dat Kamaretten? Ja, dat was Kamaretten. Want toen festivalletje is dat nou niet, ja, hè? Dat is een groot het Kamaretten. Ja, in Delft. Ja, er zijn er vier in Nederland. Amsterdam heb je, Delft. Of dat is nu Rotterdam geworden. Leiden en Groningen. En Leiden en Rotterdam zijn wel de grootste. Kamaretten is dan de doorbraak geweest? Want voor velen is dat toch een beetje op de aanzet, toch? Ja, dat was een doorbraak, zeker. Omdat ik toen, ik heb een week voor die finale, heb ik besloten om te stoppen met mijn studie. Toen won ik ook, gelukkig. Terwijl Hans Lieberg zat er ook in en Paul de Leeuw. Ik dacht echt dat Hans Lieberg zou winnen. Die zag er zo professioneel uit, maar ik won het. En ik had meer kickstarts. Ik had bijvoorbeeld ook, je hebt de Uitmarkt in Amsterdam, heb je nog steeds. En het was de tweede Uitmarkt, het was allemaal nog niet zo goed georganiseerd. En dan had je, ik zat in de noodploeg. En de noodploeg werd overal heen gestuurd waar er iets uitviel, weet je. Dus was opeens Adelle Bloemendaal kwam hier opdagen. En dan kwam er een of ander opdondertje, dat was ik dan, met een ukulele. En die ging daar dan, de grootste truc was om je mensen niet weg te laten lopen bij je podium, snap je? Dus het was één grote cursus, hoe hou ik mijn publiek bij mijn podium? Ik geloof dat ik 22 keer heb opgetreden of zoiets tijdens één weekend. Eén weekend. Oei, dus dat was ook zo'n leerschool van heb ik jou daar. En het kwam overal in de krant. Iedereen had het gezien en iedereen zei, we hebben iets nieuws ontdekt en zo. Nou, er waren een paar van die, in die tijd, ik weet niet meer precies
hoed zat, maar of tijd technisch gezien, maar ik had een paar van die kickstarts. Zeg maar. Ja. Het ging heel hard opeens. Want je zal wellicht een van de weinige vrouwen zijn geweest toen. Ja, je had, toen ik begon had je wel Martine Bijl had je, en Adèle Bloemendaal, Jenny Arian natuurlijk en Jasperina de Jong. Maar je had weinig, die schreven niet allemaal zelf of zo. Snap je? Ja. Dus een van de weinigen die zelf schreef in ieder geval en solo deed. Nou ja. Misschien was dat ook ja, iets totaal nieuws. Wat ervoor heeft gezorgd dat het snel ging, of behoorlijk snel ging. Volgens mij had ik ook wel de mazzel dat ik was. Nou ja, inderdaad, er waren niet zoveel vrouwen. Er zijn altijd veel meer mannen die zich willen bewijzen of laten zien. Zo is het nou eenmaal. Dat is mannen meer eigen dan vrouwen, volgens mij. Van kijk mij eens. Plus, ik deed. Ik was een beetje de kneus. Ik kwam net een beetje uit die periode dat cabaret moest geëngageerd zijn. Dat je, georganiseerd. Donkey Shocking, weet ik veel. Je had wel Joep van het Hek, Freek de Jonge. En je had natuurlijk. Hoe heet het ook weer? Nederlands Hoop, nog voordat Freek in zijn eentje ging. Maar wat ik deed was een beetje de kneus uithangen, de anti-held, zou ik maar zeggen. Een beetje, en dat was ook wel nieuw, een beetje klungelig op te komen lopen en half struikelend, niet expres, maar. En dat was, nou ja, nieuw destijds. Ja, je had niet de bedoeling om maatschappijkritisch geëngageerd, links-progressief, noem maar op te zijn. Nou, ik weet niet wat voor bedoeling ik had. De bedoeling was de mensen aan het lachen maken. Ja. Meer was het eigenlijk niet. En gaandeweg kom je erachter wat je nou precies aan het doen bent op het toneel. Hoe belangrijk was Herman Finkers voor jouw carrière? Want daar is toch een nummer, een hit van gekomen. Ja. Is die van belang geweest? Of nou, kwam dat er wij waren zo. Zo hoe ging het nou ook weer? We gingen samen een lied doen. Maar hij had een hele stomme tekst geschreven, vond ik zelf. Namelijk, het metrisch klopte het niet, terwijl ik er altijd heel precies in was. En daardoor ontstond zogenaamd die ruzie in dat liedje. Ik weet niet, zo. En dat werd opgepikt of zo. Het is op nummer 2 blijven hangen. Want we hadden eigenlijk een clip moeten hebben. Maar het interesseerde mij natuurlijk weer geen reet of zo. Of ik vond het toen. Was het, ik dacht, ja. Waarom? Of ik dacht dat het voor plat publiek was of zo, weet ik veel. Ik zou nu onmiddellijk een clip hebben gemaakt. Het is natuurlijk heel leuk om een keer op nummer 1 te staan. Maar we kwamen nooit op nummer 1 omdat we geen clip hadden. En Herman zegt, ja, ik wou wel. Achteraf begreep ik dat van hem. Maar jij. Jij wou niet, snap je? Dus we hebben later wel eens een clip gemaakt, maar was eigenlijk te laat. Maar dus het was wel een soort hit. Hij staat altijd nog in de top 2000 op nummer 100, 200, 300, zoveel, weet ik veel. Dus hoog, hè? Toch? Ja, nou ja, toch leuk. Een oud nummer, begin jaren 80? Ja, joh, zoiets, eind jaren 80, denk ik, ja. Maar hij had al een goede carrière, ik ook. Dus het was niet zo dat we opeens beroemd werden door dat nummer, sterker nog. We hebben verder nooit meer. Ja, het werd gedraaid op de radio, maar we hebben er verder niks mee gedaan. Wanneer vind je, was je hoogtepunt? Misschien is dat nu, hè? Het hoogtepunt van succes of zo? Nou, het is ja, nog niet. Ja, succes. Of laat het zo zelfs artistiek hoogtepunt noemen. Dat fluctueert natuurlijk. Ik bedoel, je eerste programma is een soort toevalstreffer. En dan moet je maar zien wat je waard bent of zo. Of je nog eentje kan maken. Oh, dan, ja, nog eentje. Oh, nog één. Oh, nog één. Ik heb nooit gedacht. Ik heb nooit een carrière uitgestippeld. Ik heb altijd alleen maar steeds iets nieuws gemaakt als ik weer wat wist. Maar ik heb bijvoorbeeld nu een nieuwe show. En die vind ik zelf weer voor mezelf dan vernieuwend. En goed, tot mijn verbazing. Omdat het is een beetje stand-up comedy opeens. In plaats van vrouw komt op en zegt, meestal kom ik op en dan zeg ik, goedenavond dames en heren, ontzettend leuk dat u er bent. Ik ga dit en dit en dat doen. Bijvoorbeeld een lezing en een recital, weet ik, noem maar wat. Alleen, ik moet eerst nog even. Nou, ik moet altijd eerst nog even iets regelen voordat die show überhaupt van start kan. En dat tijdens dat regelen ontvouwt zich die hele show eigenlijk. En pas helemaal op het eind ben ik zover om te doen wat ik eigenlijk kwam doen. Maar dan is die show al geweest, ongeveer, begrijp je? Ja. Maar nu kom ik op. Ik weet niet meer, hoe gaat het ook weer? Oh ja, ik begin gewoon rechtuit te kletsen tegen de mensen en. Dat houdt niet meer op tot het klaar is. En dat is nieuw voor mij, om zonder houvast of zonder gerommel en gedoe gewoon bijna stand-up comedy, behalve dat er een paar liedjes tussendoor zitten. Ja. Dus elke keer komt er weer wat nieuws. Want die muziek zat er altijd bij, hè? Liedjes, ja, eigenlijk, zelf spelen, zelf schrijven ook, denk ik. Ja. Weet ik. Dat zat er wel altijd in, dat is een constante. Ja, volgens mij is eigenlijk. Het is begonnen met liedjes. Ik vond een ukulele op zolder, dat zei ik al.
Terwijl ik 10 jaar vioolles had gehad, die gebruik ik helemaal nooit meer. Maar die ukulele was veel bruikbaarder. En dus ik zeg altijd, als ik 8 liedjes heb, dan heb ik een show. Dus het begint altijd met die liedjes. Dat zijn een soort pilaren, dat is af. En tussen, dat geklets tussendoor, dat komt wel. Dat klinkt, dus hoe bouw je het op? Echt de liedjes eerst? En ja, dan gek genoeg wel, ja. En dan heb je natuurlijk allemaal ideeën over verhalen. Maar het fijne van liedjes is dat als het verhaal niet werkt, oké, dan doen we het volgende liedje. Snap je? Die liedjes, die kan je niet improviseren. Die moet je ingestudeerd hebben. Die zijn af. Die verhalen, ja, die moeten nog komen. Snap je? Dus het is een soort houvast, die liedjes. Een soort pilaren. Je gaat van pilaar naar pilaar. Ja. Dus ik ben eigenlijk begonnen als liedjeschrijfster eigenlijk. En die liedjes die blijken geliefd te zijn. Terwijl ik die natuurlijk ook nooit goed op een cd of wat ook. Dat moet je altijd maar een beetje zoeken tussen de conferences door en zo. Maar die blijken geliefd te zijn. En mensen willen ze altijd. Dus ik geef nu, willen ze altijd nog horen. Dus ik geef nu heel vaak concerten, zou ik maar zeggen. Met nagenoeg alleen maar liedjes en een beetje geklets. Ja, het gaat niet zonder geklets. Ja. Ja. Hoeveel shows? Ik heb ze niet geteld, ik zal eerlijk zijn. Hoeveel shows heb jij gemaakt? Ik heb ze ook niet geteld. Ik heb geen idee. Dat zal wel tussen de... Wat zal het zijn? Tussen de 15 en de 20. Dat valt nog wel mee, hoor, eigenlijk. Ja, ik, ja, was gisteren of eergisteren bij Freek de Jonge. En die jongen, als je die lijst ziet, dat is echt... Dan en Freek maakt de show per dag. Ja, die maakt de show per dag, ja. Ja, ja, ongelooflijk. Hij vertelde ook dat hij... Nou gaat het over Freek de Jonge, maar... Dan gaat hij try-outen en het eerste try-out wil niet zo erg, maar bij try-out 2 is het al af. Hè, verdorie, is het alweer af. Oké, okay. Ja, vindt hij jammer eigenlijk. Begrijp ik ook wel. Heel opvallend, Nederlands hoop, dat keert altijd terug. Of ik nu spreek met Joep van het Hek of Comil Faux of Urbanus... Oh ja? Dat is voor hun een soort eikpunt. Terug. Ja, blijkbaar zijn dat de eeuwige invloeden. Ja, nou ja, het was ook nogal wat natuurlijk, ja, die twee. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik hield er niet eens zo van. Het was voor mij net, ik was daar te jong voor. Ik begreep daar de lol niet van, die twee mannen die een beetje brutaal de wereld zaten te fileren. Ik vond die liedjes ook niet mooi, weet je. Maar het is wel wat geweest. Nederlands Hoop, zeker wel. Je hoort het nog steeds voorbij komen. En, ja, en Freek is daar natuurlijk in zijn eentje uit voortgekomen uiteindelijk. Wat ook wat was. Dat is echt wel een eikpunt, Freek de Jonge. Zo is en Bram Vermeulen, die bij ons eigenlijk, denk ik, groter is dan hier. Zou best kunnen. Ja? Maar Vlamingen houden ook erg van chansons en van chansonniers, ja, en chansonnières. Daarom ook van u, denk ik, voor een deel. Nou ja, ja, dat zou best kunnen. Ja, ze houden erg van mijn liedjes in Vlaanderen. Ja? Dat klopt, ja. Ze vinden het heel mooi als je daar komt met een orkestje en rechts voor zijn raap die liedjes gaat zingen. Dat is heel leuk. Want het valt mij op dat zelfs mensen die een stuk jonger zijn dan mij, van een andere generatie, ik heb een heel zwaar leven, ook kennen. Ja, ja. Het is een evergreen voor allerlei generaties, lijkt kennelijk, ja, ja. Ja, een soort underground hit is dat. Ja? Ja. Had je dat ooit verwacht bij het schrijven? Nee, joh. Het was een beetje een zeurliedje, weet je. Ja. Nee, had ik niet gedacht, nee. En iedereen kent dit. Van... Ja, ik moet het ook altijd als toegift. Weet je, altijd als er nog... Nou, zijn er nog verzoeknummers? Zwaar leven! Altijd iedereen, die hele zaal. Heel apart. Ja, wel grappig. Wie waren jouw invloeden eigenlijk? Of ja, voorbeelden? Of voor jouw grote namen? Nou ja, wij luisterden natuurlijk naar Toon Hermans. Thuis, weet je, van die langspeelplaten. Begreep je als kind ook niet zo heel veel van. Maar later... zag je natuurlijk, ik vind hem nog steeds een meester in de timing natuurlijk. Die man kan met niks. Ik bedoel, een heel beroemd voorbeeld is natuurlijk, hij staat op het toneel, hij roept zijn toneelmeester erbij. Hij zegt, kan je mijn tennisracket even uit de auto halen? En dan geeft hem zijn autosleutels mee en die toneelmeester loopt weg. En Toon Hermans gaat gewoon 4-5 minuten staan wachten. Doet niks. Staat gewoon een beetje publiek te kijken van, ja, wat is er nou? Weet je? Ik sta gewoon te wachten tot mijn tennisracket. En dan komt die man terug met zijn tennisracket. En dan zegt hij, nou, dankjewel. En legt hij hem weg, dat racket. En dat was de hele act. Snap je? Maar dat is razend knap om met niks. Gewoon, ja, hij staat bij die microfoon. En hij kijkt af en toe een beetje verstoord in het publiek van, wat zit u nou te lachen? Ik sta gewoon te wachten tot mijn tennisracket er is. Maar ja, dat is één voorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook de beroemde Sint-Sinterklaas-scène. Ja. Ja, nou ja, dat is een wonder van timing. Wanneer die de volgende zin uitserveert. En wanneer, hoe lang die even... En nog een keer, weet je zo. En lach na lach na lach. En maar boos. En dan nog een zin. En nog een zin. En nog een lach na zo. Ik vind dat heel, heel knap. Maar ik weet wel dat ik een keer een liedje hoorde van...
Martine Bijl, die helaas is overleden. En dat opeens kwam het dichterbij. Dat je denkt, aha, dat snapte ik. Dat was een liedje van een meisje dat meedeed aan een talentenshow. Mijn moeder is, het was in het plat Amsterdam. Mijn moeder zei altijd al dat ik Reuseler kon zingen. Ze zei altijd, het wordt nog wel eens wat. Nou ja, toen moest ze dus meedoen aan een talentenjacht. Het werd helemaal niks. Maar ik ken dat hele ding uit mijn hoofd. En zo, dat ging ik aan mijn moeder laten horen in de keuken. Dus ik opeens denk je, ah, kon je het naar je toe trekken. Toen Hermans kon je niet naar je toe trekken, snap je? Maar haar opeens dacht ik, aha. Dat was het meisje iets van naast de deur, een beetje Martine Bijl. Ja, zoiets. En dat kon je gewoon ook doen of zo. Mijn moeder moest dan lachen dat ik dat hele ding uit mijn hoofd kende. Nou, toen mijn moeder zei altijd, Reuseler. Zo, dit wordt nog wel eens wat. Nou, toen moest ik dus mee. Ik weet niet meer hoe de tekst was, maar ik ken hem helemaal uit mijn hoofd. Stonden je ouders achter de keuze om je studies te beëindigen? Cabaretieren of comedienne? Nee, of joh, nou, mijn moeder vond het altijd heel leuk. Die naaide vroeger al pakjes voor me, weet je, voor de carnaval. Of een kabouterpak had ze genaaid. En dan ging ik dan in het kabouterpak naar de kleuterschool en zo. Dus die zag er lol er wel van in. Maar mijn vader, het huis was te klein. Die vond het zo erg dat ik mijn studie aan de wil ging. Mijn zekerheid en mijn toekomst. En dan met zo'n stom ukuleletje zeker dacht dat ik daarvan kon leven of zo. En hij is een paar maanden geleden overleden. Maar die heeft op verjaardagen vertelde die trots hoe goed het allemaal ging. Maar tegen mij heeft hij eigenlijk nooit kunnen zeggen wat goed, weet je. Hij kon eigenlijk alleen maar zijn zorgen uitspreken. Van, weet je nou nog wel wat? En komen die mensen nou nog wel? Hij heeft eigenlijk nooit begrepen. Nooit gesnapt dat echt iets was. Dat stomme grappen maken van mij. Zelfs niet na zoveel jaren? Nee. Hij zat altijd met zijn knieën bij elkaar en zijn handen in zijn schoot zat hij te zuchten tot het klaar was. En bij het eindapplaus kon hij enigszins opgelucht ademhalen van, nou, het is kennelijk weer gelukt. Maar hij vond het doodeng wat ik deed. Het is wel jammer voor hem eigenlijk. Voor mij ook natuurlijk. Maar hij volgde het wel. Jawel, tuurlijk. Want ook het grappige is dat hij dan thuis liggen echt stapels plakboeken die hij bijhield. Snap je? Maar hij kon niet tegen mij zeggen, ik ben trots op je. Ik heb één keer tegen hem gezegd, pap, zeg nou een keer gewoon, ik ben trots op je. Weet je, zo van, dat wil je toch horen als kind van je vader. En toen keek ik me een beetje aan van, ja. En toen, maar de keer daarop dat ik moest spelen en zij zaten in de zaal met mijn ouders. Toen kwam, was in Haarlem ook, toen kwam mijn vader het podium op stommelen, zo'n mannetje. Toen was hij, weet ik veel, was hij ook al 70 of zo. Hij is 91 geworden. En toen had hij een bos bloemen en hij geeft die bos bloemen aan mij bij het eindapplaus. En hij zegt zo in mijn oor, ik ben trots op je. Nou ja, ik kan het nou nog bijna niet met droge ogen vertellen. Het is toch gebeurd? Het is toch gebeurd, ja. Die zin, ja. Hoe moeilijk is het om altijd maar weer een nieuwe show, nieuwe tekst, nieuwe liedjes te blijven maken? Nou, heel makkelijk. Toch? Ja? Er is niks aan. Oké. Okay. Nee, joh. Jawel, dat is natuurlijk moeilijk. Maar ja, ik weet nog steeds niet waar het vandaan komt. Geen flauw idee, joh. Ik bedoel, er zit een drang in je en je hebt... Ik was eergisteren bij Freek de Jonge. Die man is 75 en nog altijd heeft hij de drang, dan gaat hij aan de piano zitten, gaat hij aan mij dingen laten horen. Dat heb ik gemaakt, weet je. Of dan wil hij toch nog ukulele leren spelen. Die drang, die ken ik ook. En waar het vandaan komt, weet ik. Je hebt weer iets nieuws bedacht. Het mooiste is, vind ik zelf, lekker in je eigen werkkamertje een nieuw liedje zitten schrijven. Dat is, gelukkiger kan je mij niet maken. En waar die drang vandaan komt om je ideeën om te zetten in een liedje wat klopt en wat mooi is of grappig of wat mensen kan ontroeren, dat weet ik ook niet precies. Maar die is er wel altijd. Dus je bent altijd wel mee bezig. Wat niet wil zeggen dat het niet moeilijk is om een consistent nieuw programma te maken. Maar nooit het gevoel gehad, het is op, het is leeg, ik heb het niet meer of ik vind het dan toch op dit moment niet? Jawel, ik weet nog dat ik was zwanger van mijn eerste kind. Ik heb er twee. Hij is nu 25. En ik had werkelijk geen flauw idee. Ik zat gewoon iets in mijn buik te bakken en niet in mijn hoofd. Maar ja, hij was er nog niet uit. En als een bij wijze van spreken, een kurk uit de fles schoot vervolgens ook weer alle inspiratie in mijn hoofd of zo, weet ik veel. En daar heb ik daarover, die kinderen, die hebben ze hun geld wel opgebracht, zou ik maar zeggen. En ik ben nu 57. Nou ja, vrouwen onder ons weten wat dat voor leeftijd is. Namelijk, dan ben je toch wel, je komt op een gegeven moment in de overgang. Ik kan het woord haast niet zeggen, maar ja, de hormonen die houden ermee op. De eieren zijn op, dat is het eigenlijk. En dat is toch wel een soort
césuur in je leven opeens. Je bent niet meer vruchtbaar. Niet dat dat nou een drama is, maar er gebeurt iets met die hormonen. Dus echt wel even, je bent opeens in een andere fase beland. Het duurt even voordat je daaruit bent of zo. En dat was ook wel even een periode dat ik het echt even niet wist. Van wat heb ik nou nog te melden of zo. Maar dat komt ook omdat je, ja, weet ik veel, lichamelijk en geestelijk even helemaal de kluts kwijt bent. Van wie ben ik ook alweer als ik geen moeder ben en je bent opeens in een andere fase. En dat duurt even, maar ja, dat is nu ook weer over of zoiets. En dan, dus toen, tot mijn verbazing, kwam er toch weer een heel fris, fruitig nieuw programma uit. Begrijp je? Ja, en dat is, gaat dat dan vlot? Ik stel me altijd voor dat dat toch elke keer weer een gevecht is om nieuwe dingen te maken, om scherp en fris te blijven. Maar jij zegt, dat valt eigenlijk wel mee. Nou, volgens mij is bij mij de truc dat ik pas wat ga doen als ik een nieuw idee of de drang heb of denk, nou weet ik het. Nou, ik heb nu weer alweer 6 liedjes Het is niet zo dat er een planning klaar staat van ik moet iets hebben, ik zeg maar iets, hè, najaar 20 en voorjaar 23 en dat niet, nee. Nou, het is natuurlijk wel handig als je inderdaad wel ruim een jaar van tevoren aan je impresariaat kan zeggen, er komt weer wat aan, want die kan dan alvast gaan verkopen, want dan kan je een mooi tourneetje plannen. Ik bedoel, als ik volgende week wil gaan spelen, kan ook wel, maar dan moet ik overal tussendoor rommelen. Weet je, dat ik dan op de maandag en de dinsdag speel, omdat de rest van de week al vol is in alle theaters. Maar ik heb de mazzel dat ik ben kennelijk zo bekend dat ik heb het in principe niet eens meer nodig om in de boekjes te staan. Weet je, de boekjes van de Schouwburg. En dan begint de verkoop in september van de kaarten of eerder nog, weet ik veel. En dat is handig voor artiesten, want dan kan je ruim van tevoren zien, oh, is het al uitverkocht of niet? Moet ik nog publiciteit maken of niet? Maar bij mij zit het vaak binnen een week is het uitverkocht. Ja, sorry dat ik het, soms binnen een dag. Ja. Dus ik zou in principe wat, ik kan wat strakker of korter op mijn optredens plannen, zou ik maar zeggen. Alleen kan je dan niet meer een heel net tourneetje plannen, snap je? Ja. Hoeveel keer speel je een show? Het zal variëren wellicht, hè, maar ja, ik heb me in mijn carrière denk ik wel 4 keer al over de kop gewerkt. In de zin van echt overwerkt, huilen, weet je wel, te druk, ziek, moe, dood. Dus ik speel nu in principe 3 keer in de week. Maar het gaat heel vaak naar 4 keer. Omdat theaters dan zeggen, doe er nog eentje bij, weet je zo. Ben ik niet te blasé door de hele tijd te zeggen? Nee. Nee, maar het is gewoon zo. Ja, het is gewoon zo. Je verkoopt nu eenmaal die zalen direct uit. En 3-4 keer spelen, dat is best veel. Ja? Nou dus, ja. Ik zit in een soort appgroepje met een paar collega's, zoals Arjen Lubach, Claudia de Breij, Pieter Derks, ik weet niet of je dat allemaal wat zegt. Tot nu toe ken ik ze allemaal. En nog een paar kleintjes erbij. Vrijdag en Sandy Voort, nou, ze zijn allemaal Nederlandse cabaretiers. En die, je ziet ze één voor één onderuit gaan op dit moment. Weet je, ze spelen al, ik heb nu tot eind april gespeeld. En dat is echt fantastisch. Want dan heb je mei maand is eigenlijk al vakantie. Dan hebben we, ik heb nog allerlei dingen te doen, hoor, daar niet van. Maar zij spelen dan door tot half juni, eind juni, weet je. En het is gewoon te lang en te veel. De een krijgt een hernia, de ander is ziek, de ander heeft bijholte ontsteken. Je ziet ze allemaal sneuvelen, weet je. Ja. Zo. Het is een hoe noem je dat nou? Een veel eisend vak, het is nou eenmaal zo. Je moet er zijn s'avonds, altijd, 100%. En dat elke avond weer. Fysiek ook veel eisend. Op een bepaalde manier wel, ja. Je hebt gemiddeld 10 uur op een dag nodig om 2 uur op te kunnen treden. Ja. Al was het maar, je moet erheen en je moet weer terug. En je zit in de files, dus je moet iets eerder weg. Weet je, snap je? Ik ben wel eens van 2 tot 2 weg. Gewoon 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts. Als het echt ver weg is. En dat is 12 uur voor 2 uur optreden. Ja. Dan heb je en je keert altijd terug. Je blijft niet slapen. Vroeger wel. Bleven we altijd slapen. En overal feesten en veel te gezellig. En drank en bier. En zeker in België. Maar ook in Nederland. Maar dat red ik gewoon niet meer. Dat is gewoon zo. En in Nederland ben je nooit, gemiddeld nooit. Het is altijd 1 uur, 1.5 uur. Het verst is 2.5 uur. Dat kan je s'nachts ook nog wel terugrijden. Maar Groningen en Maastricht blijf ik altijd wel slapen. Ja, inderdaad. Dat zijn de uithoeken. Maar het vraagt veel van je op de een of andere manier. Je zou denken, wat doe je nou? Je staat gewoon 1.5 uur, 2 uur een beetje te kletsen op dat podium. Het ziet er fysiek niet heel inspannend uit. Maar het is het toch, blijkt. Ja. Je noemt Lubach,
Pieter Derksen. Pieter Derksen, ja. Claudia de Breij. Ja. Zijn dat de namen die jij volgt? Waarvan je denkt, dat is ja, wat nou, ik van de jongere dat... of jongere generatie goed vind? Nou, het was meer dat Arjen Lubach, die had zo'n appje opgericht. Dat heet On the Road. En dat voor alle gedoe en ongemakken onderweg. Dus het is heel leuk om te zien waar iedereen mee worstelt. Of wie waar is, weet je. Wat er nou weer, welke trekkenwand nou weer kapot is. Of wie, waar, ze, hoe, nou ja. Of nou ja, de trekkenwand is nog niet eens zo interessant. Maar gewoon hoe ze... Ze vragen elkaar vaak om raad en zo. En daar toevallig... En ik vond het leuk om daar in dat clubje te... Weet je wel, om ook in die appgroep te zitten. En daar zitten toevallig deze mensen in. Die ik allemaal wel leuk vind om te zien wat ze aan het doen zijn. Maar het is niet zo dat ik speciaal alleen maar... Ik heb ze niet uitgekozen. Ik ben er wel bijgekomen. Maar je volgt het wel nog. Ja, wel, de nieuwe generatie. Leuk. Ja, zeker wel. Maar ja. Kan me inbeelden en velen zeggen dat ook van ik graag zelf niet meer in theater. Jawel, nee. Ik vind wel dat je een beetje moet zien wat de rest aan het doen is. Dus ik kijk, ik was laatst nog bij Vrijdag en Sandy Fort, weet je wel. En Katinka Polderman vind ik leuk, weet je. Pieter Derksen, Ronald Goedemond. Dus ik ga wel kijken wat ze aan het doen zijn. Vind ik leuk. En kan je dan... jaloers zijn? Of verrast? Of jaloers is een lelijk woord, hè? Maar dat je denkt van, dat had ik ook willen doen. Even denken, hoor. Bij sommigen wel. Ik bedoel, nou ja, ze hebben allemaal hun eigen stijl natuurlijk. Allemaal een stijl die ik niet heb. Dus ik vind het sowieso leuk om te zien wat ze dan, zoals Vrijdag en Sandyford, die hebben achterlijke sketches. Absurd vaak. En het zijn allebei hele goede acteurs, dus ik vind dat heel grappig hoe ze... Wat ze nou weer bedacht hebben en hoe ze het in elkaar hebben gezet. Want het is ook nog lastig om een consistent programma van te maken. Ja. Nou ja, Pieter Derksen is heel echt zo'n intellectueel, zou ik maar zeggen, die de hele wereld even fileert. Dat je Katinka Polderman is een beetje absurd. Ja. Die schrijft ook bij hele grappige liedjes. Hij is heel lijzig. Hoe noem je dat nou? Zit een beetje achterover met een hond en een gitaar. En dat vind ik ook weer heel grappig hoe ze dan... ogenschijnlijk met zo weinig mogelijk inspanning de boel op zijn kop zet. En wie heb je? Nou ja, snap je? En weet je, Ronald Goedemond vind ik erg grappig, omdat die heeft zijn energie van heb ik jou daar. Is altijd kwaad, weet je? Dat overkomt hem allemaal maar weer, weet je? Maar het is niet zo dat ik denk, hè, verdorie, dat had ik ook gewild of zo. Nee. Volg je Belgen? Nou, Comilfo, dat vind ik leuk. Wim Helsen, Elster Schepper, weet je? Urbanus natuurlijk. Dat is bijna, nou, een vriend is een groot woord, maar die ken ik wel redelijk goed, weet je. Ja. Wie kijk ik nou naar meer? Nee, ik kijk wel eens op televisie. Hoe heet hij nou? Zo'n keurige man. Hij deed heel lang de Oudejaarsavondshows. Ook een beetje politiek. Geert Hoste, ja, precies. Nou ja, zo. Dus, ja, er zijn het ongetwijfeld veel meer. Alex Agnew, dat soort. Ja, die nu, ja. Groot is en in het Sportpaleis in Antwerpen speelt en zo. Ja, en, maar Philip Goebbels is blijkbaar ook heel groot hier. Ja, zeker. Want ik organiseer al lang, om de 2 jaar de Lunatic Comedy Award heet dat. Ja. Een soort talentenjacht. Ja, ja. En hij won, ik weet nog, in Schouwburg in Leuven. Ja, heel leuk, waar ik trouwens ooit naar jou ben komen kijken. In de vorige show, met een collega mee van mij. Ja, en hij won. En ik vond hem zo'n naam waarvan ik dacht, ja, oké. Okay. Dat is iemand waar we niet meer van horen. Ja. Dat gebeurt dan ook op een erelijst. Ja. En kijk, dan wordt hij toch groot. En heel groot hier, ziekodomen van die toestanden. Ja, dat is waar. Is dat iets wat je zou durven doen? Het zijn stadions bijna. Hè? Het zijn echt grote, grote bakken. Nou, wacht even, deze maar uit. Ik zou dat wel interessant vinden, want ik vind, ik kan natuurlijk grote groepen mensen mobiliseren, zou ik maar zeggen. De grootste theaters in Nederland zijn 1500 man, zo weet je. Ja. Zoiets als Carré is dat dan, Carré, precies. Of Luxor. Dus ik zou dat wel spannend vinden om te kijken wat er gebeurt, maar ik heb het gezien, Filip, met 3 andere comedians. En dan zie je wel dat het lastig is. Hij deed het overigens het beste. Hij kon gewoon, hij snapt gewoon wat hij moet doen daar. Weet je, hij heeft een timing, weet je. Dus hij heeft een soort losheid, een soort ontspannenheid, weet je zo. Dus hij werkte het best daar. Dus dat vond ik wel inspirerend om te zien. Dat je denkt, dat kan dus wel. Wat gebeurt er? Het is natuurlijk leuk als er 1700 man
ja, lachen of met een liedje meezingen of wat ook. Maar ik heb laatst een soort poging gewaagd. We hadden een heel grappig idee om mijn verjaardag daar te vieren, weet je, met 1700 man. Iedereen taart en allemaal langs al zijn leven zingen en weet ik veel. Dus het idee is goed, maar dat, als je dat zelf wil doen, dat je zou denken, nou, daar kan je heus wel zoveel aan verdienen dat je het in ieder geval kan betalen. Maar dat, joh, dat is helemaal niet zo. Dit kost zo debiel veel geld. Dat moet je met allemaal partners doen en met reclame, weet ik veel, en merchandise. Nou, dat werkt me een beetje te gek. Dus dat, het zou me wel trekken, maar ik ben er voorlopig nog niet aan toe. Of financieel, bij wijze van spreken. Ja. Zo groot ben ik hem ook weer niet, begrijp je? Ik ben geen Beyoncé. Wie weet komt het nog. Beyoncé dan misschien niet, maar, maar toch die stadions, hè? Wie weet. Ja, je weet maar niet. Maar als we het dan over theaters hebben, ja, Theater Carré, dat is zo, hè? De legende, het ja. Nek plus ultra, het alles. Is dat zo? Het nek plus ultra, het als? Wat? Ja, ken je niet? Nee? Nek plus ultra? Nee, het nek plus ultra. Maar ik heb Latijn gestudeerd in mijn secundair onderwijs. Uh-huh. En nek plus ultra is zo het... Ja, het van het. Oh, het van het. Oké. Ja. Okay. Maar is dat zo? Is Carré de zaal waar je moet gestaan hebben om, of zeg je van eigenlijk? Nou, misschien wel andere? Ja, nee, het stomme is, Carré heeft die naam, maar het heeft iets magisch ook, Carré. Ik kan niet anders zeggen. Nou moet ik zeggen, je hebt in België, of de Capitool vind ik bijvoorbeeld ook heel... Yep. Heeft ook de X-factor, vind ik. En... Die gekke schouwburg die op dat plein met die palen. Dat is de schouwburg, toch? Dat is het niet de dat boel. Is de stadschouwburg. Stadschouwburg, ja. Die heeft ook een soort rare X-factor. Heel leuk om daar te staan. Dat is 1700 man. Ja, dat is een grote bak. Ja, maar dat is ook... Sommige theaters hebben de X-factor, vind ik. Sommige theaters, daar moet je echt hard werken. Maar Carré is echt wat je altijd hoort zeggen, inderdaad. Een heel fijn theater om te staan. Heel intiem en gezellig en... En de truc is natuurlijk ook, je denkt, het is Amsterdam. Daar zitten Amsterdammers, maar ik heb het wel eens gecheckt. Gewoon gevraagd, jongens, wie komt er uit Amsterdam? Nou, dat is dan misschien 1/10. Ja. Oké, wie komt er dan uit Noord-Holland? Wie komt er uit Zuid-Holland? Utrecht? Tot en met Groningen en Maastricht aan toe. Gewoon, de provincie zit in Carré. En die vinden het al zo leuk dat ze überhaupt in Carré zitten... dat je hoeft alleen maar een scheet te laten, bij wijze van spreken. Het is heel makkelijk om Carré aan het lachen te krijgen. Snap je? Het is een makkelijk theater. Klinkt als moeilijk, maar het is een heel leuk... Het kleine zaaltje in, ik zeg maar iets, Zeist, is misschien moeilijker. Bij wijze van spreken, ja. Fiji. In Zeist. Nou ja, ik weet niet eens meer of het moeilijk speelt. Maar dat kan het zomaar zijn, ja. Ja. België, hoe anders is dat? Want ik kan me inbeelden dat wij Belgen een ander publiek zijn. Ja, nou, het gekke is, ik weet precies hoe lang geleden ik stond in... God, hoe heette het daar nou? Antwerpen. Klein theater. Boerla, Arenberg. Nee, nog kleiner. Klein theater. Antwerpen zelf, stad. Antwerpen, ja, in Antwerpen stad. Volgens mij was het om de hoek van frituur nummer 1. Daar. Oh ja, daar. Hoe heette het nou? Nou, het is niet Arenberg, hè? Nee, niet Arenberg. Nee, de Schouwburg. Ja. Boerla is daar ook vlakbij. Het is een klein theatertje. In de... Oh, fakkeltheater. Fakkeltheater, ja, dat is het, ja. Fakkeltheater. Dat is 300 man, denk ik, of zo. Zoiets, ja. En ik weet nog dat ik speelde helemaal nooit in België. Toen dachten we, gaan het een keer proberen. Toen hadden we 3 weken stonden we in het fakkeltheater. Dat kon toen nog, want ik had geen kinderen. Want dan ga je ook nooit meer naar huis. En het idee was ook een beetje, oh, dat is ook leuk. Antwerpen, feest. Alleen het enige jammer was, ik was toen net zwanger van, bleek zwanger te zijn van mijn eerste kind. Dus het was helemaal geen feest. De hele crew was elke avond uit aan het gaan en ik lag heel keurig in mijn bedje, verdorie. Maar ik weet nog dat ik het toen lastig vond dat mensen zo stil waren tot op het eind. En dan gingen ze heel hard klappen en dan bleken ze het heel erg leuk gevonden te hebben. En dat ik dacht, joh, had het even eerder laten weten. Dat had makkelijker geweest voor mij. Maar eerlijk gezegd heb ik er nu helemaal geen last meer van. Ik speel door heel Vlaanderen van... Maaseik tot, Oostende. Oostende, ja. Maar ook, dus Gent, Antwerpen. Gent, Antwerpen, Kortrijk, Leuven, denk ik. Ja, Kortrijk, ook, ja. Kortrijk is de enige, nou ja, dat is natuurlijk helemaal het zuiden. Dus ben je tegen Frankrijk aan. En daar zitten ze me nog wel eens een beetje appelig aan te kijken. Maar dan zitten ze meer zich te concentreren. Want ik heb relatief de meest verschillende tongval, snap je?
Van... Ja, ja. Nou, zo. Ik kom uit Kortrijk trouwens. Oh, okay. Dat is mijn geboortestad. Oh, oké. Okay. Maar inderdaad, ja, ze zijn minder open dan ja. Gent, waar ik woon. Ja, ze zijn ook altijd, zien er ook altijd helemaal, het... ja. Ja. Ja, helemaal netjes op en top. Hoge hakken en een pak en een stropdas. Ze ja. Gaan echt uit. Maar ik vind maar het wel leuk in Kortrijk. Het zijn West-Vlamingen. Dat is van... Ja, ja, ja. Ja, een beetje zo. Bewezen waar is. Ja, ja, precies. Ja. Nou, en dat is de enige schouwburg waar ik nog wel eens licht denk, joh, laat even iets meer horen. Maar toch, ik ken ze inmiddels. En ja. Die blijken het heel erg leuk te vinden altijd. Dus nee, ik vind het heel erg leuk om in België te spelen. Ik heb zelfs in Gent en Antwerpen lijk ik nog wel meer succes te hebben dan in, bij wijze van spreken, in Carré. Begrijp je? Ja. Mensen zijn heel blij dat je komt of zo. En ze houden ook heel erg van... Een soort divaschap. Ze zijn dol op diva's. Dus ik hang dan ook iets meer de diva uit dan... Nog dan, meer. Nog meer, ja. En ik kan me zelfs herinneren... Ik speelde voor het eerst in de Stad Schouwburg. Dus in die grote bak. En ik kom oplopen. En de mensen gingen staan en met hun handen boven hun hoofd klappen. Weet je echt? Ik kreeg een staande ovatie. Meteen, ik was nog niet eens begonnen. En mijn eerste reactie gewoon intuïtief was... Ik draaide me om. Ik keek achterom van, wat is er dan? Weet je wat? Wie wist dat daar zeven naakte mannen? Of, ja, zoiets. Dat ze daar, maar, oh, ik ben zelf. Dus ik stak onmiddellijk mijn hand in mijn lucht. Van, ja, ik ben in de lucht. Ik ben er. Maar het was echt, het overviel me helemaal het enthousiasme daar, zou ik maar zeggen. Dus we zijn, want dat is het cliché, maar ik denk ook dat het zo is, toch stiller. De staande ovatie, hoor ik vaak, in Vlaanderen betekent meer dan in Nederland. Is kan, je dat nagen, zo? Kan je nagen als het aan het begin doen? Ja, ja joh. Ja. Ja, dat denk ik. Maar ja, nou, ik weet niet. Jullie hebben de naam, of de Vlamingen hebben de naam, dat ze wat stiller zijn. Maar ja. Eerlijk gezegd heb ik dat de laatste jaren dat ik dus weer kom. Ik merk het niet. Ik speel heel leuk in Vlaanderen. Ja. Maar en misschien, ik weet niet, misschien bij andere artiesten wel. Ik weet het niet. Ik weet niet wat Joep zegt of... Freek. Ja, die ook zegt van, ja, stiller. Maar het applaus op het einde is dan ook echt wel gemeend ook. En verdiend, en noem maar op. Ja. Heb je genoeg zijprojecten gedaan? Dat zie ik heel vaak bij comedians. Ze hebben wel films gedaan of theater. Of, mm-hmm. Ik zag ooit Freek Jonge bijvoorbeeld de storm spelen van Shakespeare in Brussel. Mm-hmm. Ik heb het gevoel bij jou dat dat behoorlijk beperkt is gebleven, of niet? Ja, ik heb natuurlijk één keer zo'n... zijweg in ben ik ingeslagen van een film. Dat geloof dat elke cabaretier dat een keer probeert. Ja. En dat werkte natuurlijk niet. Tenminste, dan moet je zoveel uit handen geven. Daar heb je helemaal geen grip meer op. Dus dat was helemaal niet grappig. Nou ja, zo was niet goed. Dus dat doe je dan niet meer. Ja, ik doe niet zo heel veel andere dingen, nee. Ik of stemmetjes, denk altijd... of gewoon theater, of... Wat zeg je, sorry? Stemmetjeswerk, ja, hoor je ook wel eens zelfs in gewoon theater? Of, ja. Ja, stemmetjes heb ik ook wel eens gedaan. Ook gewoon theater ook één keer. Ik heb wel een paar keer met eindexamen kandidaat van de Kleinkunstacademie. Die liepen dan stage bij mij. Wat heel grappig was, ik ben zelf ooit afgewezen voor die Kleinkunstacademie. En nou lopen ze stage. Maar en dat waren gewoon een soort musical-achtige dingen die we zelf maakten. Een beetje buiten de gebaande paden. Meestal op één locatie. Een beetje soms in een fabriekshal, soms in een oude bioscoop. Wat hebben we nou een paar keer. En dat vind ik wel heel leuk. Vooral met die jonge mensen samenwerken die van alles, weet je, die kunnen dansen en zingen en er lol in hebben en heel bruikbaar zijn. Dus dat zijn wel een paar, dat heb ik nu vier keer gedaan. Maar je komt steeds meer uit op bij de conclusie, schoenmaker blijft bij je leest. Je kan gewoon één ding gewoon echt goed. Dus het is zonde om iets te doen waar je niet optimaal in bent, als je weet dat iets anders wel optimaal kan. Ik heb bijvoorbeeld ook columns geschreven. Ja, daar kon ik niet zo optimaal in worden als wat ik op het toneel doe. En dan denk je, ja, zonde van mijn tijd. Eigenlijk. Maar wel geen zonde van je tijd om leerlingen te begeleiden, denk ik. Dat vond ik ook leuk. Ik ook les, maar dan aan journalisten. Oké. Okay. Vind ik persoonlijk het meest fantastisch. Om jonge talenten en jonge mensen met vuur in hun lijf om die te begeleiden. Ja, 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 dat is ook leuk. Is ook heel leuk. Heb ik ontzettend veel lol aan gehad. Zij ook. Ik zie ze nog steeds. Sommigen zijn heel bekend geworden. Bijvoorbeeld... ik wou zeggen Vrijdag en Sandy voor, maar die zaten er toevallig niet in. Maar Niels van der Laan en Woe, weet je. Alex Klaassen. Ja, er zijn nog een paar die je nog regelmatig terugziet. Dat is wel heel leuk. Ik bedoel niet dat ik ze ontdekt heb, maar ik heb ze helemaal aan het begin gezien. Ja. Moeilijke vraag, ik geef het toe. Maar wat wil je nog doen? Wat staat er nog de komende jaren, denk ik, hè?
op de planning. Ik weet het, een nieuwe show, meer stand-up dan vroeger het geval was. Maar nou ja, ja, deze of show... Of denk je zover niet? Kan ook, hè? Dat je nou, helemaal zover niet denk ik helemaal niet zover, nee. Nou, wat er nu nog in de planning staat, is een... Nou ja, is volgend seizoen de show die ik afgelopen seizoen ook heb gespeeld. In ja. alle theaters waar ik nog niet geweest ben. En een Vlaanderen-tour. Redelijk uitgebreid. En die is geloof ik ook alweer half of helemaal uitverkocht, weet ik niet. Zoiets, ja. En dan is er nog een... we gaan misschien nog op Waddenzee-tournee. Dat is altijd... Ja, dat heb ik wel eens eerder gedaan. Gaan we gewoon met een zeilboot. Beginnen we in Den Helder. Weet je wel, Zuid-Holland. Ja. Ik hoop niet dat ik een... Ik zeg volgens mij heel vaak, weet je wel. Dat gaat op een gegeven moment irriteren. Nou, maar knip er maar uit. Nou, dan beginnen we in... Knip ze eruit. Knip ze er allemaal maar uit. Geen idee, dat heb je zelf nooit in de gaten. Soms hoor je een interview op de radio. Denk je, mens, nou zeg je alweer als het ware. Of zeg maar. Nou, of eigenlijk. Of eigenlijk, ja. Ja, maar in ieder geval, dan beginnen we in Den Helder. En dan zeilen we echt naar alle eilanden. En die eilanden, dus Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. En dan weer terug naar Groningen, Friesland. En dat is, ja, nu één keer gedaan, moet je eerlijk zeggen. En dat hebben we, hebben zo'n lol in gehad. Die combinatie van buiten zijn en echt naar die eilanden moeten zeilen. Echt, weet je wel, door de vaargeul. Of in ieder geval als het vloed is. En de sport is dan op tijd in de haven zijn voordat het, weet je wel, droog valt. En dan nog optreden voor eilanders die helemaal niks gewend zijn. Want die komen altijd naar de vaste wal. Voor, ja. En dan had ik een glitterjurk en een volgspot bij me. Nou, zoveel theater hadden ze nog nooit gezien. Dus dat was wel een groot succes daar. Plus, na afloop mocht je nooit meer weg. Er werd veel te veel bier gedronken. En dan kwamen we terug op die boot. En dan gingen we daar nog weer eens verder met een accordeon en een piano. En veel maar ze hebben theaters, dat tenminste toch. Maar kleintjes. Wellicht. Ja, nou, dan was het weer in het dorpshuis. Dan was het in de plaatselijke zaalvoetbalhal, weet je. Tussen het pannenkoekenrestaurant en het chloorzwembad. En dan had je, stond je te spelen in een mix van, nou ja, vanille en chloor, zou ik maar zeggen. Maar nou ja, dat was wel heel... We kwamen gesloopt terug. Maar goed, dat staat nog op de planning. Plus een kerstmusical. Op de een of andere manier heb ik er eentje gemaakt in opdracht van de Schouwburg van Haarlem. Daar is het een soort traditie elk jaar, Scrooge en Marley. En daar hadden we ook zo'n lol in dat we dachten, nou, die kunnen we zelf ook wel in maken. Dus die is al verkocht aan een paar grote theaters tijdens de kerstperiode 2020. Maar die moet nog gemaakt, geschreven. En dat gaat waarschijnlijk ook weer met, ik weet niet of het weer stagiaires worden. Ik denk oud-leerlingen. En dan haal ik gewoon de leukste bij elkaar die ik in al die jaren heb natuurlijk meegemaakt. En daarna is het weer open. Maar de ervaring leert dat... Dan ligt het open en opeens is er weer een plan. Snap je? Opeens denk ik, weet je wat we nou gaan doen? Maar dat weet ik nou nog niet. Maar zo is het al die jaren gegaan. Dat je denkt, nou weet ik het echt niet meer. Of ik doe even niks. En opeens, vaak gedurende terwijl ik aan het spelen ben, denk ik, wachten we, nou weet ik wat ik ga maken. En meestal ga je de ultieme show maken. Meestal, nou, deze was oké, maar nou ga ik iets maken wat echt goed is. Dat is altijd de drive geweest. Dat je denkt, nu weet ik het. Nu weet ik, nou ga ik dat maken. Dat gaan we doen. Dat wordt echt goed. Zoiets. Want je bent ook, dat is zo, hè, werkgever in zekere zin. Hè? Ik denk muzikanten, technici. Ik heb niemand... Ja, ik heb wel een manager in vaste dienst. En mijn man is zeg maar bij ons bedrijf in dienst. Die is gewoon de spindokter slash manager van alles slash gewoon mijn man. En ja, ik ook, bedoel... Ook. Freek de Jonge heeft Hella, weet je wel. En dat vindt niemand gek. Maar ik heb ook iemand nodig. Het is echt wel een apart vak. Ja. En hij, van Lieverlee is hij dat gaan doen. Gewoon alle hand- en spandiensten, nadenkwerk, lange lijnen uitzetten. Dus dat is heel fijn. Plus, wat heb ik nog meer in vaste dienst? Ik heb er nog iemand. Oh ja, nog een ontwerper. Nou, half in vaste dienst. Nou, zo. Maar technici huur ik altijd in. En muzikanten erbij. Ja, je kan niet... Want ik lig wel eens gewoon een jaar stil soms. Ja, dan kan je moeilijk vast een pianist gaan betalen die niet hoeft te spelen. Nee. Dat is een beetje gek. Misschien een discrete vraag, maar je hebt twee kinderen, hè, zei je. Zijn die in je voetsporen getreden? Richting theater en andere banden? Nee, de een zit in het geluid. Dat is mijn zoon, die heet Jan overigens. Maar, en die heeft de HKU, die had niemand in een soort geluidsopleiding gedaan. Sound design heette dat. En die hangt de hele tijd met zo'n grote grijze marmot boven filmsets, weet je. Dus die zit in het geluid. En die helpt mij ook wel eens en zo.
En de jongste, dat is een meisje, die is nu 22, die doet de hotelschool in Maastricht. Maar het grappige is dat zij wel altijd alle presentaties moet doen. Zij wordt altijd naar voren geduwd, van Olga, doe jij het maar. Je bent de dochter van, zoiets. Nee, dat is het niet meer. Nee, ze kan het gewoon. Ze heeft gewoon een open blik. Ze durft daar te gaan staan. Ze heeft improvisatievermogen, zou ik maar zeggen. Ze kan mensen aan het lachen maken. Wat dat betreft lijkt het een beetje op mij. Alleen ze heeft niet de ambitie om echt het toneel op te lopen. Maar ze kan wel in dat soort settingen, als er de hele klas zit te kijken of een soort commissie. En dan moeten ze weer iets presenteren van food services. Ze zegt dat allemaal in het Engels daar. En dan zeggen ze, Olga moet het altijd doen. Want die kan dat. En dan winnen ze ook nog, vind ik ook wel. Dan zijn ze heel vaak nummer 1. En dan mogen ze weer naar een ander. Weet je, dat vinden ze wel heel leuk. Ja. Beetje Brigitte Kandel die alle talenten achterwon. Ja, zoiets. Wat zij doet is natuurlijk gewoon serieus informatie overbrengen. Ik maak gewoon grappen. Maar zij moet dan echt wel iets vertellen. Maar kennelijk met links en rechts een grapje tussendoor. Weet ik veel. Dus ik vind dat heel leuk dat je dat dan toch een beetje terugziet. Ja. Een hele open, moeilijke vraag vind ik ook, maar toch zijn er nog dromen, verzuchtingen, wensen? Iets wat je absoluut nog wil doen? Even denken hoor. Ik heb altijd één, hoe noem je dat nou, droom, maar die ga ik waarschijnlijk nooit uitvoeren. Het lijkt mij zo mooi, ik had het er ook laatst weer met Freek de Jong over. Als je het toneel oploopt, je hebt helemaal niets voorbereid, kijken wat er dan gebeurt. En ik vermoed dat er van alles gebeurt. Je gaat met het publiek aanhoeren, komt vanzelf komen er allemaal verhalen. Alleen je durft dat nooit te doen, omdat je denkt, stel dat er niks komt. En dat wil je het publiek weer niet aandoen. Maar dat lijkt mij nog eens een keer een hele spannend iets. Ik heb het laatst wel een beetje gedaan. Dat noemde ik kamikaze try-outs. Ik had, anderhalf liedje. Ik had wel een stel liedjes. En een pianist bij me. En allemaal aanzetten tot verhalen, maar niet echt goed of nog niks. En het was voor heel klein publiek, 70 man of zoiets. Die overigens twee avonden lang hele leuke avonden heeft gehad, tot mijn vreugde. En ik had door die twee avonden opeens allemaal verhalen bij de staart. Dat je denkt, aha, dat wordt wat. Aha, daar zit ook heel duidelijk een lijn of een goede grap in of zo. Dus ik denk dat ik dat vaker ga doen. Gewoon eigenlijk het toneel oplopen terwijl je nog veel te weinig hebt. En dan kijken wat het wordt. En in de paniek, zou ik maar zeggen, van de adrenaline. En je moet wel... ontstaan er ter plekke allemaal dingen die je van tevoren niet had kunnen bedenken. Gewoon letterlijk nieuwe dingen. Dat je denkt, aha, dat is een heel verhaal daar. Oké, dan gaan we... En dat heb ik natuurlijk allemaal opgenomen en een beetje uit zitten schrijven. En daar is mijn huidige show uit voortgekomen. Maar goed, dat is niet... Jij zegt, heb je nog een droom? Want wat je vertelt, opkomen zonder iets. Ja. Eigenlijk bestaat het, hè? Solo-improvisatie heet dat dan. Ja. Maar dan heb je... Vaak staat daar een tijdslimiet op, een kwartier. Ja, hij geeft dus een onderwerp. Ja, dat lukt me ook nog wel. Ja. Maar wel keihard. Heel erg moeilijk, echt. Hè? Ja, doe jij? Jij doet het ook, of niet? Improvisatietheater wel, maar dat heb ik nog niet gedurfd. Oh, okay. Helemaal alleen, want dat is naakt. Hè? Sta je daar dan op te komen van, zeg maar iets. Doe iets met Columbus en thee. Brrr. Ja. Ja, improvisatietheater wat een beetje geformateerd is met van die spelletjes en zo, wat precies. De lama's doen. Ja. Oké, maar... Maar helemaal in je eentje, ja. Oh, dat zou ik wel spannend vinden. Een kwartier, dat gaat me wel lukken. Ja. Dat is wel te doen. Dan kan je zeggen van, ik kom gelijk wel theater binnen, geef mij een kwartier, ik heb ze wel mee. Jij zegt dat moet een kwartier duren. Ja. Nou ja, een kwartier de mensen vermaken, Dat zou me nog wel lukken. Maar anderhalf uur is ook wel wat. Maar het gekke is, als je nu vraagt, wat wil je nog? Dan denk ik, ik zou wel eens... ik weet niet hoeveel drive ik nog heb. Snap je? Wel wat, lijkt mij, maar ja, inderdaad. Ja, maar dat wil je eigenlijk niet zeggen, want de drive is heilig natuurlijk. Maar nou weet ik het. Die liedjes die ik... natuurlijk in de loop der jaren heb geschreven. Dat begon met Annelies van der Pies en een ukuleletje. Maar die zijn steeds, gelaagder geworden. En die blijken, mensen zitten te huilen bij die liedjes, snap je? Ik heb liedjes over, weet ik veel, een buurjongen die zichzelf van het leven heeft beroofd. Liedjes over me. Ik heb ook ontroering. Ik heb allerlei liedjes. Mensen willen ze heel graag horen. En ik denk dat ik... Mijn man zegt altijd, je eindigt op je 87ste. Dan sta je voor het laatst op het toneel. En dan zal het een beetje in een soort Edith Piaf-achtige setting zijn. Dat je, of een beetje Charles Aznavour. Dat zijn natuurlijk hele grote namen. Maar namelijk
die conferences die raken gedateerd en zo, weet je. Maar die liedjes, als het goede liedjes zijn, die blijven gewoon bestaan. Ik bedoel, she will be the beauty or the beast, can be the... Snap je? Dat zijn allemaal evergreens. En ik heb natuurlijk, sorry dat ik het zelf zeg, ook een stel evergreens geschreven voor degene die ze kennen. En die, het lijkt me mooi om die nog zo optimaal mogelijk uit te voeren. En die kan je nog heel lang zingen natuurlijk. Een soort totaal bijna best of programma. Zou ja, je kunnen denken. Nou ja, maar dan wel, het worden wel concerten dan. Ja. En dan snap je? Dat is wel, dat zie ik nog wel voor me. Dat je met een strijkje en een piano of precies het goede bezettingje, zou ik maar zeggen, orkestje-achtig, zo optimaal mogelijk die liedjes, die hebben een bepaalde kwaliteit. Sorry nogmaals dat ik het zelf zeg. Maar dat lijkt me wel heel mooi om die uiteindelijk, om daarmee te eindigen, mijn hele carrière. Begrijp je? Ik hoor je zeggen, mensen huilen ook bij liedjes. Is het daarvoor dat je doet? Voor die lach en die traan? Ah ja, voor de lach, daar is het om begonnen natuurlijk. Daar is het mee begonnen. Dat is makkelijker dan de traan. Maar ik vind het wel heel mooi als mensen moeten huilen. Ja. Als je ze raakt, als je echt de tranen over hun wangen ziet lopen met bepaalde liedjes. Ik heb echt wel een paar. Echt van die tearjerkers. Maar dan smaakvol geschreven. Ik bedoel, over mijn vriend Bert Klunder. Die is 12, 13, 14 jaar geleden al overleden. Toen hij 49 was. Aan een hersenbloeding. Dat was een goede vriend / mijn regisseur. En met hem deed ik ook altijd die programma's met die kleinkunst eindexamenleerlingen. En daar, nou ja, daar heb ik een soort liedje. Dat hij in het ziekenhuis ligt. En dat je weet dat hij leeft nog, maar hij is aan het vertrekken. Ik bedoel, zijn hersenen deden het niet meer. Zijn hart klopte nog, hij haalde nog adem, maar hij was gewoon weg aan het gaan. En dat moment dat je aan dat bed zit en je vriend los moet laten, daar heb ik een liedje over geschreven. En dan, als ik dat zing, nou, dat houdt, niemand houdt het droog. Dan zit iedereen. Ik heb er nu weer eentje over een moeder. Ik ken haar ook, het is een vriendin van mij, die woont bij mij in de straat. Haar zoon is uit het leven gestapt, zoals het heet. En het liedje gaat over vanuit de moeder, hoe kan het nou dat ik het niet heb gezien? Hoe kan het nou? Ik heb je gedragen, ik heb je grootgebracht. Hoe kan ik nou, dat ik niet heb gezien dat jij van plan was dat te gaan doen? Snap je? Ja. En dat liedje, daar zit ook iedereen bij te janken. En het is voor mij, nou ja, de sport is een groot woord, maar als ik het toch schrijf, dat liedje, dan moeten ze ook wel gaan huilen. Anders is het niet goed. Ja. En dat vind ik wel helemaal, als ik dat zie gebeuren, doodse stilte. En je hoort, zakdoekjes rommelen. Dan ben ik wel geslaagd in de missie. Jank je dan zelf nog? Want nee, wel als ik het schrijf. Zal het wel gebeurd zijn, ja. Ja, tuurlijk, dat gaat niet anders. Dus dan zit je, de eerste keer liet ik het aan mijn kinderen horen. En dan zit ik ook weer boe, zij ook huilen. Want het was een vriend van hun, een jongetje uit de straat, een buurjongen. Ja. Hij was 21, was hij. Oei, snap je? Ja. Dus dan zit je nog te huilen. Maar je kan niet gaan zitten huilen. Je moet gewoon heel professioneel dat recht de harten van de mensen inzingen. En dan kan je niet als je zelf de weg kwijt bent in tranen. Ja, maar het belangrijkste blijft de lach toch nog. Daar is het begonnen. Daar is het begonnen, ja. Ja. Dus even een tevreden cabaret. Ben je cabaretteren, comedienne? Ja, actrice, wat ben je eigenlijk? Hè? Ja, zangeres? Weet ik veel. Ik vroeger vond ik het stom om mezelf cabaretière te noemen, want ik dacht, ik doe toch heel wat anders dan de rest. Ja. Maar nu, ik zeg maar gewoon cabaretière. Sommige mensen zeggen comédienne, vind ik ook mooi. Ja. Chansonnière, nou ja, weet ik wel. Maar we hebben dus een heel tevreden comédienne hier aan de tafel na al die jaren, denk ik. Nou ja, ik neem mijn vak heel serieus uiteindelijk. En als het werkt, ja, tevreden, dan kan je mij niet hebben natuurlijk. Nee, als het loopt, het werkt, die voorstellingen, zeker die laatste ook weer. Ik bedoel, ze hebben het allemaal goed gedaan, want anders dan komen mensen niet meer. En dat is ook niet te doen. Ik heb één keer een show gehad die niet wou. Ik kreeg hem niet goed. Nou jongen, ik was 6 kilo afgevallen van ellende, weet je. Zo, omdat je het niet goed krijgt. Dus, en die heb ik uiteindelijk met veel omwegen ook goed vlot weten te trekken. Dus... Maar ja, je bent zo goed als je laatste show. En die daar ben ik erg vrolijk over. Die loopt erg, die werkt erg goed. Dat is wat iedereen zegt ook, hè? De laatste show telt. Niet die magnifieke van 15 jaar geleden. Nee, die is er niet meer. Die is in lucht weggevlogen. Of is er nog op DVD of YouTube? Ja, of dat is ook weer zo. Ja, maar ja, wie gaat er nog naar kijken, joh? Ik niet. Ja. Laatste dingetje. Wat is de ideale tip voor iemand die het ook wil doen? Is daar een tip voor te geven? Of is dat heel... persoonsgebonden? Nou, ik heb altijd één tip, dus dat komt goed uit.
Namelijk, loop zo snel mogelijk wat voor podium dan ook op. Of al is het maar voor je oma, weet je, die in de stoel zit en jij zingt een liedje voor haar. En kijken wat er gebeurt. Als er niks gebeurt, als je oma al niet moet lachen of al een beetje kijkt van ja, leuk. Dan wordt het al lastig. Maar ik bedoel, zorg dat je zoveel mogelijk vlieguren maakt, onmiddellijk. Dus niet 100 jaar gaan zitten schrijven en hopen dat iemand je gaat vragen. Dat gebeurt al helemaal niet. Nee. Maar gewoon zoek alle talentenjachten die er zijn op. Ga op een verjaardag, begin ergens, weet je. Doe het. Het is lastig hoor, voor beginnende cabaretiers. Want er zijn helemaal niet meer zoveel podia eigenlijk. Ik bedoel, nou, in Vlaanderen valt nog mee. Daar is nog wel geld voor cultuur. In Nederland ook minder. Maar daar is wel de comedy scene, om het nu op zijn Engels te zeggen, boomt al jaren. Ja, ja. Wij komen van heel ver, van heel diep, vind ik. Ja. En jullie hadden decennia voor en we lijken het in te halen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ook qua kwaliteit. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Maar daar zijn dus ook open podia en dat soort dingen. Ja. Dat moet je onmiddellijk gaan doen. Gooi jezelf onmiddellijk voor de leeuwen en kijk wat je waard bent. Ik krijg heel vaak ook deze vraag. Wat moet ik doen? Of dan gaan mensen mij allemaal materiaal opsturen wat ze dan geschreven hebben. Ja, daar kan ik niks van zeggen. Ik bedoel, als je mijn conferences leest, ik heb geen idee of dat leuk is. Als je ze uitvoert, dan zie je pas of het werkt. Dat zie je bij Toon Hermans ook. Dat hele Sneeklaas. Als je het leest, is er waarschijnlijk geen reet aan. Snap je? Ja. Maar het gaat erom wat er gebeurt als jij voor het publiek staat. Dus ik zeg altijd, maakt niet uit waar, maar ga het uitproberen. Ga zelf kijken wat het waard is. Ik neem deze raad ter harte. Oh ja, nou ja, jij weet het zelf ook. Ik weet het zelf ook wel een beetje, ja. Ja, je moet het gaan doen. Ja. En het durven en dan... Maar het is vaak ook hard dan, hè? En dan... Tuurlijk, het is keihard. Vlieg je wel eens tegen de muur en tegen de kasten, of beide? Of ik tegen de muur of de kast vlieg? Nee, maar als je dat probeert, dan hoort er ook bij. Van dan tegen de muur of tegen de kast vliegen. Verschrikkelijk. Je kan verschrikkelijk afgaan. Je kan echt met een zak over je hoofd het theater willen verlaten. Tuurlijk. Dat heb ik ook allemaal gehad, natuurlijk. Ik heb wel succes, ik bedoel voor de buitenwereld. Ik heb ook succes. Maar ik heb ook de meest verschrikkelijke afgangen beleefd. En dingen, de plank misgeslagen en... Nou ja, wat ik al zei, een show die niet van de grond wou komen. Ik heb ook hele domme dingen gedaan. Dat je denkt, ik ga nooit meer toneel op. Maar ja, daar leer je wel heel erg veel van. En door ons staat een interview als dit. Dankjewel, Brigitte. Graag gedaan. De Mens Achter de Lach is een initiatief van livecomedy.be met Peter de Kroebelen.